Zo, goedemorgen. 21 december. Oh, het is bijna kerst. Voor mij nog 5 dagen. Ik moet nog best veel werken. Ik ben wel vrij met de kerst, maar ja, de zorg gaat altijd door. En ja, dus ik heb niet helemaal vakantie, maar ik geniet ook heel erg van het werken. Ja, welkom. Welkom als je kijkt. Sorry. Ik zal me even voorstellen. Ik ben Ineke van Luna Ster Knit. Welkom op mijn Vlogmas. Ik maak in de maand december elke dag een filmpje om te laten zien wat er uit mijn adventskalenders is gekomen en waar ik mee bezig ben. Nou had ik hier een heel leuk filmpje voor gemaakt, aan de, wat je hiervoor hebt gezien, waarbij ik mijn adventjes uitpakte. Maar ik zag dat hij bleef haken terwijl ik dit huisje uitpakte, nummer 21. Dus ik wil dat nog laten zien wat daar uitgekomen is, want dat is zeker de moeite waard. En dat is dit hele mooie handgesponnen wolletje. Er staat ook op handgesponnen op het kaartje. Ik vind dat zo knap als mensen dat kunnen. Oh ja. Sorry, zelf gesponnen. Ik hield hem op zijn kop. Dat zag ik nu. Ik denk, ik kan het helemaal niet lezen. Zelf gesponnen. Dus ja, ik neem aan hand. Hè, of met een apparaat. Weet ik niet. Heel zacht is het. En... ja, ik vind het heel erg leuk, Martine, dat jij dit voor mij hebt gedaan. Ik ben alleen bang dat ik dit niet in mijn sok ga breien, want ja, ik weet niet, ik ben bang dat het stuk gaat. Dus dit bolletje ga ik koesteren. Ik heb van een andere vriendin ooit ook handgesponnen of zelfgesponnen wol gekregen, waar ik eigenlijk ook niet goed mee durf te werken, want ik ben zo bang dat ik het ja, beschadig. Maar het is ook zonde om er niks mee te doen, hè? Maar goed... het kan altijd nog. En de andere twee wolletjes heb ik ja, nog niks mee gedaan. En ik roep elke dag, ik red het allemaal niet. Ja, dus ik roep het niet meer. Gisteren heb ik het uiteindelijk wel gered om alles te verwerken in mijn Nooit Easterly blanket. Dus ja, we gaan de goede kant op. Ik moet de draadjes nog wegwerken. Dus dat ziet er niet zo florisant uit aan de achterkant. Maar ja... Ik, aan mijn sok brei ik dan vandaag niet. Dus ik denk dat ik in de kerst, in de week tussen kerst en oud en nieuw, ja, ik heb nog een paar doosjes te gaan. Dus dat komt wel goed. En anders brei ik deze erin als ik tekort kom. En ik begin gewoon weer opnieuw bij 1, denk ik. Bij de wolletjes die ik van Martine heb gekregen. Want ik vind het wel zo leuk om al haar wolletjes bij elkaar in een paar sokken te hebben. Nou, ja, verder plak ik hierachter een heel lang stuk waarin ik mijn handwerkboek voor volgend jaar ga versieren. Ik heb echt een, wat ik gisteren al zei, dat ik van kleine prulletjes en dingetjes hou. Ik hou ook heel erg van stickertjes en washi-tipjes, dus die heb ik ook in overvloed. Sorry. En ja, die gebruik ik in mijn handwerkboek. Dus dat heb ik hierachter geplakt. Ik heb dat vanmorgen al opgenomen. Vanochtend heb ik een teaser geplaatst op Instagram over het mysterieuze project wat ik heb gemaakt voor de breicampus van Mirjam Molenbeek. En nou, wat zijn jullie allemaal nieuwsgierig, zeg. Het is heel grappig. Mijn hele Instagram ontploft en mensen, ja, heel leuk. Ik laat lekker nog niks over los. Wat ik er wel over los wil laten is, ik heb daar al eens in mijn vlog over gesproken, is de wol die ik daarvoor gebruikt heb. Ik heb wol gekregen van Antonita, van Wol uit het Zuiden. Deze wol, Rosario Romaria, Rosario 4, heerlijke wol, echt. Heerlijke wol. Als ik een beetje door mijn voorraad heen ben, Antonita, ga ik zeker iets bestellen. Want ik wil echt, ik wil hier gewoon kleding van hebben. Maar ja, ik heb eventjes genoeg op mijn voorraad. Dus wie weet de volgende vlogmas. Zien jullie mij met wol van Wol uit het Zuiden. Dit is, ik ga het even goed vertellen... Een 100% wol, een DK weight en dat is wat je nodig hebt voor het mysterieuze project. Ik heb deze kleur gebruikt. Nou, je ziet dat er best nog wel wat van over is, dus misschien kan je er wel 2 van maken. Of als je meerdere bollen hebt in kleuren.
ik ben er heel blij mee en ik ga het zeker gebruiken wat ik van gemaakt heb. Zeker dragen. Met heel veel plezier. Misschien moet ik wel een nieuw maken voor mezelf. Want ja, eigenlijk de dingen die ik ontworpen heb, draag ik niet. Dat is heel stom. Die bewaar ik allemaal in een hele mooie doos. Misschien is dat ook wel leuk om een keer te laten zien. Maar ja, ik heb ook nog deze. Dus oké. Wat Antonita wel heel leuk doet, vind ik echt heel leuk. Zij heeft daar aan de wol een kaartje gedaan. Met daaraan nog andere wolletjes van haar. Wat zij in haar winkel heeft. Dus als je dan eens wat anders wil voelen. En zeker omdat het een online shop is. Is het hartstikke fijn dat ze dat eraan gedaan heeft. Want dan kun je gewoon eventjes eraan zitten. Hè, want we voelen graag. Dit is Terra 3 en Odemira 15. Dus ja, dit vind ik ook wel heel mooi. Een beetje gespekkeld. Maar dan zou ik even op de website moeten kijken. Ja, wat het... Wat voor garen het is, dat weet ik nou. Dit lijkt wat dikker dan dit wat ik hier heb. Dit is een DK garen. En ja, dat heb je ervoor nodig. Je hebt er DK garen voor nodig. Ja, lekker flauw hè. Ongeveer 50 of 60 gram. En een naald 3 en 3 of 3,5 ligt aan je breistijl. Ja. Dus ja, meer ga ik er weer niet over zeggen. Misschien laat ik er morgen nog wat over los. Hoe het tot stand gekomen is, is ontzettend grappig. Is echt een heel leuk verhaal. Ik had Mirjam benaderd van, goh Mirjam, ik wil best ook samenwerkingspartner worden met de Breicampus. Want zij heeft meerdere partners, waaronder Wol uit het Zuiden. Of ja, Nijvervliet die hele mooie tasjes maakt. En... Draadkracht, die ook ontzettend mooie wol. En nou, zo heeft Mirjam verschillende samenwerkingspartners. Ik zit heel diep na te denken. Winnie's van Winnie's Wol. Echt, het is zeker de moeite waard als je lid bent van de campus om te kijken wie de samenwerkingspartners zijn bij Mirjam. Want je ontvangt dan een korting op je aankoop. Dus ik dacht, nou, ik trek de stoute schoenen aan zoals ik de eerste keer ook gedaan heb bij Mirjam. En ik vraag aan haar... Goh, zie je het zitten als wij samenwerkingspartners worden, dat de mensen van de campus misschien een leuke korting krijgen als ze bij mij een patroon kopen, als ze lid zijn van de campus. En toen kwam Mirjam met het idee van, goh, nou vind je het leuk om een nieuw patroon te ontwerpen voor de campus. Nou, dat wilde ik wel en we hebben daar een beetje overheen en weer gebrainstormd, gewhatsappt, gebeld, gesproken. Nou ja. Uiteindelijk kwam ik met een voorstel. Ik had daar een heel enthousiast een filmpje over gemaakt en naar Mirjam gestuurd. En toen zei ze, ja, dat vind ik goed. Maar er was een soort verwarring. Ik had het over een bepaalde techniek en zij had het over een hele andere techniek. Dus daar was een beetje verwarring over ontstaan. Maar uiteindelijk is het wel tot een ontzettend leuk eindproduct gekomen. Ik hou het nog even lekker geheim. Ja, jullie moeten nog 10 dagen wachten, sorry. Misschien na vandaag zal ik er niks meer over zeggen. Maar het is een ontzettend leuk eindproduct geworden. En ik ben er echt heel trots op. En zo dus te lezen aan alle reacties die jullie geven. Zijn er heel veel mensen heel nieuwsgierig naar. En ik hoop ook dat jullie het allemaal gaan maken. Ben je nou nog geen lid van de campus en wil je dat wel worden? Zal ik onder een linkje plaatsen naar de campus. En wat het allemaal, daar kun je lezen wat het allemaal kost en wat je moet doen om lid te worden. Het is, ja, ik haal er echt veel uit. Gewoon ook door de contacten en het plezier wat ik eraan beleef. Dus dat. Nou, verder hou ik het qua praten heel kort. Want hierachteraan komt echt een heel eind filmpje. Waarin ik mijn handwerkboek voor... Ik ga het natuurlijk niet laten zien. Waarin ik mijn handwerkboek voor volgend jaar ga versieren en klaarmaken voor gebruik. Ik had alleen nog niet van die tabblaadjes voor de maand. Dus daar moet ik nog eventjes naar op zoek. Want die wil ik zeker gebruiken. Ik had vorig jaar... Het eerste jaar had ik deze leuke tabblaadjes met gewoon de maand erop. En die vind ik heel handig. Vorig jaar had ik dat niet. Toen heb ik het een beetje zelf zitten knippen en plakken. Ja, daar was ik toch uiteindelijk niet zo tevreden over. Dus ik ben op zoek gegaan naar iets wat ik daar wel voor kan gebruiken. En dat heb ik gevonden. Dus dat is onderweg. Dus dat kan ik dan nog gaan gebruiken in januari als ik mijn boekje in gebruik neem.
Nou, ik sluit het hierbij af, maar ik blijf zeker even kijken wat ik ervan gemaakt heb. En ik zie jullie morgen weer. Oeh, nog 4 dagen voor jullie. Nee, nog vier, nog vijf. Nog 5 dagen voor kerst. Oh. Hebben jullie alle boodschappen al in huis? Of weet je al wie er komt eten of wat je gaat eten? Of misschien moet je ook wel werken. Vond ik ook altijd wel rustig, lekker werken. Nou, maak er wat gezelligs van vandaag. Doeg! Ik wil met jullie mijn handwerkboek gaan versieren voor 2024. Dit is mijn boek van 2022. Ik plak dan op de zijkant het jaartal en de voorkanten beplak ik met van alles en nog wat. Dit is het boekje van 2023 van dit jaar. Ik ben aardig ver met plakken en de voor- en de achterkant heb ik beplakt met stickertjes. Stickertjes kopen is ook een beetje een zwakke plek van mij. Ik heb een nieuw boekje gekocht bij onze welbekende Hema. En ja, zoals je ziet is die helemaal nog maagdelijk mooi. Dus ik ga de cijfertjes erop plakken. Ik heb zo'n... ik koop altijd stickertjes. Als ik ze tegenkom en het spreekt me aan, dan koop ik het. En dit is, op dit blaadje staan de cijfertjes. Maar ik heb gezien dat ik op dit moment, als ik dit aan het plakken ben, de cijfertjes met 2 opgemaakt heb. Dus ik moet als ik voor 2025 dit weer wil doen, op zoek gaan naar nieuwe, in ieder geval kleine nummertjes 2. Want er gaan er natuurlijk 2 op een boekje en vaak zitten er maar 4 of 5 op. Dit is in ieder geval voor het komend jaar 2024. Ik kijk er heel erg naar uit om dit boekje te gaan versieren. Ik maak op de rug, ik denk ook ik plak hier nog wat gezelligs op. Maar weet je, het is een handwerkproces. Dus gaandeweg plak ik er wat op en haal ik er weer wat af. Het is wel makkelijk deze ondergrond, dit kurk. Dat hecht niet zo heel erg strak. Dus als ik iets heb waar ik niet tevreden mee ben, kan ik het er eigenlijk vrij snel weer afhalen. En iets anders opplakken, zoals je hier ziet. Plak ik nu washi tape in de stipjes erop. En ja, dat stickertje wat ik opgeplakt had, dat moet dan eventjes wijken ervoor. Maar goed, dat kan je dan makkelijk loshalen en weer bevestigen. Als je het op papier zou snel het papier scheuren. Maar eigenlijk bij dit gaat het heel makkelijk. Dus ja, dat gaat goed. Nou, de voorkant. Ja, ik hou niet zo van een kale voorkant. Ik hou graag van een hoop drukte en een hoop gezelligheid. Laten we maar op gezelligheid houden. Misschien vinden mensen het druk. Ja, dat mag. Dat kan. En ik heb dit hele leuke washi tape met allemaal sokjes erop. Dat is van Esther Benning. Volgens mij kan je bij Livia bestellen van... Lise bestellen van livia.nl. En dat heb ik ooit eens gedaan voor een swap. En toen heb ik voor mezelf dat ook besteld. En ook nog een leuke washi tape met vosjes. Want ja, ik ben gek op vosjes. Dat heeft te maken met mijn achternaam. En dus dat hoort er ook bij. Stipjes, vosjes, hertjes. Nou ja, noem maar op, hè. Overal word ik eigenlijk blij van. Kijk, het washi tape is eigenlijk heel makkelijk, hè. Je plakt het. Ik plak het dan aan de binnenkant ook nog een beetje vast. En dan, dan maak ik er gewoon... Ik bedenk het ook niet van tevoren. Ik ga gewoon beginnen en dan zie ik wel... Nou, dit vind ik leuk of niet leuk. En als ik het leuk vind, dan laat ik het zitten. Vind ik het niet leuk, dan haal ik het er weer af. Het kan best zijn dat ik halverwege het jaar toch denk van... Nou, dit is het toch niet helemaal voor mij. En dat ik het dan aanpas. Ik heb heel veel stickertjes. Ik heb in de loop van de jaren... heel wat verzameld en recent heb ik een aankoop gedaan bij een soort Japanse website. En daar heb ik allerlei brei gerelateerde stickertjes gevonden. Dus daar was ik ontzettend blij mee, want die had ik nog niet eerder in mijn bezit. Dus ja, die ga ik dan op mijn boek plakken. Voorheen had ik altijd de washi stickers en die zijn ook heel fijn, maar wat lichter van kleur. Dit zijn echt wel fellere kleurtjes. Nou ja, ik leg ze er dan op. Ik speel er een beetje mee. En dan kijk ik van, nou, dit vind ik leuk. Of zo vind ik het wel leuk of niet leuk. Ja, het is gewoon een werkproces. Ik hou niet zo van allemaal hetzelfde of hetzelfde als andere. Ja, ik kijk gewoon waarvan ik denk van, nou, dit is leuk. Dit vind ik leuk. Ik heb de stickertjes uitgezocht waar mijn oog op viel. Dus die ga ik dan plakken.
De washi sticker is soms een beetje lastig, want het gaat heel erg krullen. Maar omdat het ook niet zo heel erg stevig plakt, lukt het meestal wel om het weer om het alsnog netjes op te krijgen. In de loop van het jaar gaan ze wel eens een beetje los, maar dan kan ik ze gewoon weer terugduwen met mijn vinger of ik doe er met een beetje lijm extra vastplakken. Deze sticker is toch wel helemaal geweldig. Knit happens. Nou, dat is ook zo. Er gebeurt van alles. Als we denken dat we dit doen, dan komt er weer wat anders en dan gaan we weer wat anders doen. Dus dat is wel heel toepasselijk. Deze vond ik heel leuk, een beetje retro-stijl. Sticker met nit en wol. Nou, is al gauw goed natuurlijk. En de washi-sticker van de longen met dat zijn bladeren die de longen vormen. Denk ik, ja, dat is ook zo. De natuur verzorgt ons voorziet ons van zuurstof. Kijk, zo zie je dat het stickertje omkrult, zie je? Maar dat kan je dan vaak heel makkelijk een beetje zo, ja, weer een beetje frutselen. En als ik nou niet tevreden ben hoe het zit, dan kan ik het zelfs nog loshalen van deze. Want ik bedenk hier volgens mij dat het ene stikkertje scheef zit. En dan kan ik het even een beetje lospulken. En alsnog eventjes recht plakken. Dus dat is hartstikke fijn om te doen. Nou, ik denk dat ik hier wel met deze voorkant lijk ik tevreden. Ik mis nog wat aan de zijkant. Ik had ook allemaal stikkertjes. Het is mijn stickerdoos. Het is echt verschrikkelijk. Het is echt een soort verslaving ook. Nee, ik heb met mijn collega wel eens een heleboel besteld en hebben we geruild. Dat is het gevaar van werken in de nachtdienst en zulke websites. Ja, dat is niet handig. Dit is mijn logo. Dat heeft mijn dochter voor mij gemaakt op de computer. Het is de Luna en de ster en een kleine ster. Het refereert aan mijn kinderen en aan een kindje wat ik niet mocht krijgen. Dus dat vind ik heel erg mooi. Het betekent heel veel voor me. Ik heb het ook op mijn lichaam zitten, dit teken. En ja, dat is echt, ja, dat hoort bij mij. Dus zij heeft dat ontworpen met een bolletje wol erbij. Daar ben ik hartstikke blij mee. Je kunt het ook vinden in mijn patronen, het logo. Dit meisje vind ik wel leuk. Dus dat plak ik er dan nog eventjes bij. En ja, kijk, zo denk ik dat ik tevreden ben met de voorkant van het boekje. Ik aai er nog even over. Ja, aaien we geen wolletjes, aaien we boekjes. En dan bedenk ik even of er nog meer bij moet. Maar ja, ik denk dat ik het voor zo genoeg vind. Ik heb echt heel veel van deze stickers. Ik kreeg ook een serie dat ging allemaal over haken. Nou ben ik niet zo'n hele super haakster. Dus misschien ga ik die nog wel een beetje uitzoeken. Deze vind ik dan wel weer leuk. Ik ben niet zo'n hele erge haakster. Dus misschien ga ik die uitzoeken en een keer ja, weggeven aan een van jullie. Dat lijkt me dan ook wel leuk. Ik weet niet of er mensen zijn die blij worden van dit soort stickertjes. Ik in ieder geval wel. Ik kijk door mijn doosjes. Ik heb het in doosjes opgeborgen, want dat vind ik dan praktisch. Maar ik zoek eigenlijk nog iets voor de achterkant, want ik wil die dan ook een beetje versieren. En ja, dan blader ik er een beetje doorheen en laat ik aan jullie ook zien ja, wat ik heb. Ik heb blaadjes en dingetjes. Dit vind ik dan ook wel lollig. Van alles zit erin. Je wordt er eigenlijk best hebberig van, vind je niet? Kijk, deze is dan ontzettend grappig met die gnoom. Die leg ik dan even apart. Dit vind ik ook leuk. En ja, er zit ook wel wat dubbele in. Maar dat is dan ook niet erg, want ik verstuur ook nog wel eens wat. Zo'n meisje, die komt me heel bekend voor. Elske, die stipt van die bordjes. En zo'n meisje heb ik wel eens bij haar voorbij zien komen. Dus dat is wel frappant. Deze vind ik toch helemaal prachtig. Ik ben in mijn office. Nou, daar was ik van de week heel veel. De afgelopen weken heb ik daar zoveel gezeten. Om van alles met jullie te delen. Wat ik nog steeds heel erg leuk vind. En ik hoop dat jullie dat ook leuk vinden. Dit lijkt een beetje op de hinterlandjurk, denk ik dan op dat moment. En ja, dus ik ga dat allemaal lekker eventjes plakken. Ja, ik ga dan alles weer neerleggen hoe ik denk dat het leuk is. Nogmaals, het is echt een werkproces. Dus ik bedenk het een beetje. En ja, er is geen goed of slecht. Er is geen zo moet het of zo moet het. Het is gewoon je eigen inbreng, je eigen creativiteit. Ik vind dat meisje wel heel leuk, maar nu lijkt het net of ze geen benen heeft. Dus volgens mij stap ik daar nog wel een beetje van af. En ja, kijk ik gewoon. Deze vind ik heel leuk. Ik ben in mijn office. Ik plak hem er natuurlijk hartstikke scheef op, zie ik nu.
Volgens mij ga ik het nog herstellen. Het is wel leuk om zo naar mijn eigen werkzaamheden te kijken en er dan ook vervolgens nog commentaar op te leveren. Ik doe dat ook wel eens als ik aan het breien ben en ik kijk zelf een vlogger en die zegt iets, dan geef ik ook antwoord of commentaar. Oh kijk, daar ga ik al. Ik ga het dan toch maar weer even recht plakken. Nu scheur ik er wel een stukje af, maar het is wel, dit zijn wel beste stickers, dus het blijft aardig plakken. Kijk, ik zit in mijn office. Nou, ik zit helemaal in mijn element hier te zijn. En ik word er echt ontzettend blij van om dit soort dingen te maken. Dit is ook, hoort ook bij mij. Een beetje plakken en knippen. Ik ben niet echt een scrapbooker of een, hoe noem je dat? Dat je van die mooie bladen maakt. Ik kan even niet op de naam komen. Maar ik vind dit wel heel leuk om te doen. En ook hoe ik mijn handwerk, zeg maar, mijn werkjes inschrijf, probeer ik ook wel echt op een journalachtige manier. Ja, journaling heet het dan, hè? Bullet journalen. Nou, ik probeer dit kind overal op te plakken. Het lukt niet echt. Dan denk ik ineens, oh, ik zie daar dat logo. Ja, daar moet dan toch ook nog wat voor. Wordt een beetje heftig. Dus mijn vrouwtje wordt er weer afgehaald en een plekje naar onderen geschoven. En die mag over het logo van de winkel zitten. Deze boekjes hebben ze trouwens altijd op voorraad. Tot nu toe heb ik er elk jaar nog eentje kunnen kopen. Dus ik hoop dat ze nog lang in de collectie blijven houden. Nou, washi tape met katten. Ik ben gek op katten. Ik heb ze zelf niet. Want ik heb een hele allergische man. Die is niet allergisch voor mij, maar voor katten. En gelukkig hebben allebei mijn dochters, die wonen samen en die hebben allebei katten. Dit washi tape trek ik dan kapot. Dat vind ik ook altijd heel jammer als dat gebeurt. Maar het is net genoeg om het overheen te plakken. En als je het gewoon met overtuiging doet, nou dan lijkt het net of het zo hoort, toch? Denk ik dan altijd maar. Nou, zo heb ik het voor dit jaar. Ik heb er heel veel zin in om hem te gaan vullen. Zo zie je hier aan de bovenkant heb ik nog die omgevouwen tapejes. Ik zou daar nog iets over kunnen plakken. Maar dat doe ik niet. Mijn logo plak ik in. In de voorkant van mijn boekje. Ze heeft het voor mij uitgeprint in verschillende kleurencombinaties. Dus ik heb er meerdere. En ik heb het ook digitaal. Dus als ik er nog meer wil, kan ik ze zeker af laten drukken op fotopapier. Ik ben er trots op. Mijn naam en mijn logo en de betekenis die het voor mij heeft. En ik probeer uit te dragen dat je ook plezier mag hebben in handwerken. En ik hoop dat het een beetje besmettelijk is wat ik doe. Zodat jullie ook zin krijgen om leuke boekjes te maken of dingen te maken. Of dat je in ieder geval inspiratie van krijgt. Dat is eigenlijk het belangrijkste. Ik plak nog één ding aan de binnenkant van mijn boekje. Dat staat toch wel symbool voor hele Vlogmas. De gebreide hartjes, de liefde die we stoppen in ons breiwerk. En ik ga ervoor dit jaar.